Was dit nou een story of was dit een droom? Van die groot pampoen en my grys oom. Buffeljagse mense was mense van die kerk, maar mense wat ook op die plase kon werk. Jy weet wat gebeur het hier vroeg in die eeuw. My oom was so kwaad soos een maanhaar leeuw. Toe tante om vrou om in die tent te gaan al, van die spens en die potte was redelik kaal. Dis een story van my, dis een story van my, van die groot pampoen wat jy nerens kan kry. Vraag vir om aans en vraag vir om vol, om eendag die groot pampoen uit te grou. Hy roep toe vir ou Jonas in een half vreemde taal, om die ouste om bil in die waanhuis te gaan daal. Jonas was een mens wat kon werk met geen haas, hy was nooit, nooit laat nie as het kom by betaal. Af daar na die damwal, na die grote pampoen, ons steekpaard mis niks wat ou Jonas wil doen. Met een groot gemik het die bylos geruk, en in die groot pampoen met die pitte versoen. Dis een story van my, dis een story van my, van die groot pampoen wat jy nerens kan kry. Vraag vir om aans en vraag vir om vol, om eendag die groot pampoen uit te grou. Steekbaard en Jonas is weg in die pampoen. My ooms toe kwaad, maar wat kan hy doen? Af met die bamboes leer om hulle te keer, maar vandag het pampoen hulle les geleer. Ontmoet daar een grysaard uit vergange se daar, soek 40 jaar lang al na sy osse en waar. Hy luister na my story, maar hy skud net sy kop, sê Jonas en steekbaard gaan lang gesoek word ook. Ja, was dit nou een story, of was dit een droom? Van steekbaard en Jonas en die grote pampoen. Ek weet nie wat gebeur het of wat hulle nou doen, maar as jy dit wil gloos, jy die grootste pampoen. Ek weet nie wat gebeur het of wat hulle nou doen, maar as jy dit wil gloos, is jy die grootste pampoen.